John, we zijn in week 11 en ik ga jou aan het schaatsen krijgen. Een Engelsman die schaat, let op. Het is een krachtoefening voor je benen, ook een stabiliteitsoefening, een balansoefening. Schaatspas, een stapje om, het andere been kruist achterlangs en je hand kruist voorlangs. Stap, been achterlangs, hand voorlangs. Stap. Nou, je ziet hè, ik sta op dit been. De kracht komt op dit been te staan en die moet ook goed zijn balans houden. Probeer dat eens. Goed zo. En dan opzij. Been achterlangs. Goed zo, John. Nou, ik zie dat je knieën een klein beetje heen en weer gaan. Dus daar heb je nog wat te winnen in je stabiliteit van je knie. Oké, goed concentreren. Heel goed, deze kant. Ja, goed zo. We zijn natuurlijk intussen in week 11, John. Dus we gaan ook die wat technisch wat moeilijkere oefeningen doen in combinatie met de kracht. Voel je dit branden in je bovenbenen? Oké. Nog eentje. En ontspan. Deze oefening voer je door tot of je benen flink beginnen te branden, of je merkt dat je je balans niet kunt houden. Want dat zijn beide tekenen van overload en dat probeer je te bereiken. Oké. Goed zo. John, in week 11, de oefening voor het bovenlichaam, is een oefening weer voor je schouders, borstspieren en de core stability, de rompstabiliteit. Oké. Je begint op je ellebogen en op je tenen. Dit is de uitgangshouding. En wat je dan gaat doen, je tilt één arm los en de tegenovergestelde voet. Dus bijvoorbeeld rechterhand, linkervoet. En goed je balans houden. Als dit gebeurt, dan moet je beter concentreren. Probeer het eens. Dus ellebogen en tenen. Heel goed. Oké, even goed je buikspieren aanspannen. Strek maar eens een hand weg. Ah, heel goed. Je doet gelijk je been en je arm tegelijkertijd. Je weet ook heel goed je balans te houden. Top. Ah, goed zo, John. Kijk of je stilstand weet te bereiken en je romp. Ik weet dat het niet makkelijk is deze. Nog één keer de andere kant. Heel goed hoor, John. Heel goed. En nog een encore. Dankjewel. John, de stretchingoefening voor deze week is gericht op je heupen. Hij is heel eenvoudig. Je ziet hem Afrikaanse voetballers ook wel eens doen voor de wedstrijd. Staan op één been. Je knie laat je naar buiten wijzen en weer terugplaatsen. Staan op één been, knie naar buiten en weer terug. En als dit lekker voelt, mag je gewoon een mooi ritmetje oppakken. Oké? Goed voor de lenigheid van de heupen. Okay. Laat eens zien. Naar buiten laten wijzen, goed zo. Ja, echt hier naartoe laten wijzen, John. Juist, goed zo. En naar buiten, heel goed. Kun je dit op ritme? Goed zo. Goed vegen. Heup openen. Uitstekend, John. Heel goed gedaan.